Heel stuk gedaan en nu ga ik... Oké, poging 2 lukt me. Oh, ik zit zo vol van de barbecue. Goedemorgen, het is nog net zaterdagochtend, maar echt op de valreep. En ik ga beginnen aan een echt mega stoot met opruimen, want ik word er een beetje lijp van dat het elke keer maar doorduurt en doorduurt. Dus ik ga nu even alles sorteren wat ik hier heb en dan het zo snel mogelijk allemaal wegkrijgen, want ik word daar helemaal lijp van. Ik moet goed nadenken dat ik het allemaal goed doe. Oh, wat een werk. Maar goed, voor een goed doel. We hebben wel echt mega veel opgeruimd de afgelopen tijd. Dus dat is wel echt weer heel erg fijn. Ik hou ervan als dingen dan echt gedaan zijn. En we hebben echt niks wat opgeruimd is half gedaan. Dus het is allemaal wel echt opgeruimd ook nu. Dus daar ben ik dan wel weer echt heel blij om. Oh, en nu eigenlijk de laatste loodjes wegen het zwaarst. Daar komt het wel echt op neer nu. Heel stuk gedaan en nu ga ik met Sarah even boodschappen doen. Ja, heel goed. Ik heb trouwens deze top aan. Die is van Supertrash. Broek is die Mile High van Levi's. Schoenen Lola Cruz. En ik neem dit schattige accessoiretje mee. Nou, change of plans. Lopen we naar de auto. Heeft Marco de auto opeens mee. Maar die was voor zijn werk bezig. Dus ik dacht dat hij zijn werkauto bij zich had. Nou, niet dus. Ik heb Marco gelijk gebeld. En die is over niet te lang terug. Dus ik heb even lekker een bak thee gezet en Sarah die is in de tuin aan het spelen. En dan gaan we daarna. Dan doen we gewoon poging 2. En ik heb net, toen ik de thee aan het zetten was, nog een paar dingetjes gedaan met uitzoeken en opruimen. Heel de eettafel ligt vol. Maar goed, we eten daar toch buiten waarschijnlijk. Dus het kwam wel heel mooi uit. Maar het is allemaal zoveel werk. Maar ik zeur en dat moet ik niet doen. Oké, poging 2 lukt me. Ik ga het echt niet weer zo nog worden als gisteren, dat alles steeds zit. Kijk eens, je unicorn puzzel. En dan gaan we even boodschappen doen. En ik moet deze hele moeilijke puzzel oplossen. Maar dan heb je toch mooi de tijd in de auto voor. Het is perfect zo'n ritje. Dan kan je toch nergens heen. Zo heerlijk rustig boodschappen zo doen. Gaat het goed, schat? Ja. Ja? Ze zitten helemaal in. Oh, dit is zo leuk. We gaan ze barbecue en ze gaat salade maken. Je wordt groot, moppie. Ja, supergoed. Kijk, blokjes gemaakt. Doe er maar in. Of ga je ze eerst allemaal snijden en dan vanaf de plank? Ja. Kijk je goed uit voor je vingers? Wauw, super. Ja, Marcus maakt pesto. Maar we hebben lekker vlees. Velia. Oh, ik zit zo vol van de barbecue. We hadden die grote sperrip en die was echt goed. En er zat echt zo verschrikkelijk veel aan. Maar ja, we hadden ook nog andere dingen. Dus nokkie vol nu. Echt niet normaal. Zo, ik lig lekker op de bedje. Marco is even langs een vriend. Dus ik ga eerst even mijn dingetjes nu doen. Ik ben moe. En ik heb echt enorme dorst. En ik kon dus niet kiezen, dus ik heb en siroop en thee gekozen. Echt precies toen ik klaar was, kwam Marco binnen. Dus toen ging mijn vlog in, daar hebben we nog even tv gekeken. En nu gaan we slapen. Marco is aan de boven, ik ga ook. Dus ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!